Archemy is een programma waarbij jongeren de kans krijgen om te discussiëren over allerlei thema's en onderwerpen die binnen de samenleving spelen. Vandaag zullen wij het hebben over politiek. Tijdens het Archemy-debat wordt Arkisa de Jongwang Fusranang Etaki. De debatleider is Mario Vermeer en de moderator van vandaag is niemand minder dan mevrouw Angelique Al-Hussein del Castillo. Angelique Al-Hussein del Castillo is een 56 Surinaamse vrouw met ruim 30 jaar ervaring in de politiek, zowel nationaal als internationaal. Ze heeft haar bachelor gehaald aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en haar mastertitel aan de University of Malta met als specialisatie Public Diplomacy. Ze is voorzitter van de politieke partij DA91 en oprichter tevens voorzitter van de stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen. Ze is president van de Lions Club Paramaribo Centraal, medeoprichter en bestuurslid van de toegepaste diplomatie. Ze is voormalig lid van de multi-stakeholder adviesgroep van Internet Governance. Daarnaast is ze initiatiefnemer en coördinator van Kraka Umbaka, een programma voor jeugdleiderschap. Goedenavond en over mijn kant heet van harte welkom bij Archemy Debat. En mevrouw Angelique, welkom terug na een jaar veel uur in de studio bij het Archemy Debat. Waarop gaat u hedenavond allemaal letten wanneer we gaan debatteren over belangrijke onderwerpen die namelijk eigenlijk misschien ook meegenomen kunnen worden wanneer we bepaalde zaken namelijk zal worden behandeld in het parlement. Wat verwacht u van deze pittige debaters? Nou, wat ik vind, het is genoegen natuurlijk om weer hier te zijn. Maar wat ik sowieso verwacht van de debaters is dat ze op de hoogte zijn, niet alleen van wat vandaag gebeurt, maar ook wat de geschiedenis is aan de achtergronden dus van hetgeen waar ze over gaan praten. Omdat dat heel belangrijke argumenten oplevert om er voor of er tegen te zijn. Ja. En ook, net wat je aangeeft, in de DNA, wanneer we een goed besluit willen nemen, dan moeten we dat op feiten baseren. En onze argumentatie moet dus niet emotioneel zijn, maar feitelijk. Yes. Dank u wel, mevrouw Angelique. Dan gaan we terug naar Ashiber om stelling 1, namelijk in te luiden. En nadat hij het heeft gedaan, gaan we naar de straatinterviews. Dank u wel, Mario. Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk. Waarna de staat diverse kiesstelsels en kiesregelingen heeft mogen ervaren. Waar alleen de werkende klasse het kiesrecht had, mag nu elke Surinaamse burger die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt naar de stembus gaan. De belangrijkste reden om een minimale kiesleeftijd in te stellen is dat aangenomen wordt dat personen onder de vastgestelde leeftijd nog niet capabel zijn om onafhankelijk een stem uit te brengen. Wegens het belang van de kiesleeftijd wordt die meestal opgenomen in de grondwet. Het grootste deel van de landen heeft kiesleeftijd vastgesteld op de leeftijd van 18 jaar. Meestal ook de leeftijd waarop men volwassen is. In vroegere tijden echter was de kiesleeftijd meestal 21 jaar, want in Aruba en Suriname nog altijd de leeftijd is waarop iemand verkozen kan worden. Voordat ik dus de stelling aan u bekend maak, dan wil ik teruggaan naar de debatleider Mario Vermeer. Dank u wel, Ashiber. We gaan nu richting de straat om te horen wat men allemaal vindt over dit onderwerp. Ga je op de eerstvolgende verkiezing stemmen? Ja, dat wel. Ja, ik zal stemmen, ja. Waarom? Betere Suriname? Om het land te veranderen. Ja, de. Ja, om die andere president te weg te gaan. Zo. Dus als ze het niet goed hebben gedaan. Dat ik mijn burgerplicht is. Dus ik moet gaan stemmen. Als ik niet stem, kan je bijna niet bepalen. Dus je moet gaan stemmen. Iedereen moet gaan stemmen. Welkom terug. Ashiber, is tijd voor stelling 1. Yes. Ik moet gaan stemmen. Dan wil ik beginnen met de eerste stelling die luidt. Het stemrecht moet worden verhoogd naar 21 jaar. Dankjewel, lieve gehoor. Kijkers en debaters. Stelling 1 is, het stemrecht moet worden verhoogd naar 21 jaar.
De debieten zijn namelijk in de studio. We hebben twee groepen, de voor- en de tegengroep. En allemaal zitten nu namelijk op de juiste plek. Dus degenen die aan de rode zijde zitten, zijn de mensen die tegen de stelling zijn. En degenen die bij de groene zijde zitten, zijn de mensen die voor de stelling zijn. Het debat is geopend en ik kijk richting de debaters. En we starten met de voor. Ja, ik ben voor deze stelling. Reden waarom. Wanneer je 18 jaar bent, vind ik, is mijn mening, dat je nog niet volwassen genoeg bent om je eigen beslissingen te nemen. Het is wel bij wet vastgesteld dat 18 de toereikend leeftijd is van volwassenheid. Maar 18 jaar, daar loop je nog achter je peer. Je weet niet precies wat je wilt of wat je gaat doen. Je doet wat anderen doen en denkt dat dat goed is. Dus ik denk dat 21 jaar de beste leeftijd is. Dankjewel, Tjark. Rifano? Dankjewel, debatleider. Ik ben absoluut oneens met de voormalige stelling. En laat me dit ook ervan zeggen. Wanneer we praten over volwassenheid, dan moet je weten wat maakt je volwassen. Ik vind dat 18 jaar goed is, want zelf op 18-jarige leeftijd kan je trouwen. Ja toch? Dus laten we niet doen alsof die mensen niet volwassen genoeg zijn. Ik vind juist dat we juist onze kinderen moeten voorbereiden op de 18e en eigenlijk een van de belangrijkste besluiten te nemen. Dan om te komen zeggen, ja, 21 jaar. Ik bedoel van nota bene, waarom 21 jaar? Dat zou het ook 38 jaar kunnen zijn. Dus de meeste landen hebben het op 18. Er is een bepaalde reden daarvoor. En ik vind gewoon dat we onze jonge mensen vroegtijdig moeten leren. En verantwoordelijk moeten stellen om op die bewuste dag de juiste keuze te maken. Maar 18 jaar is net goed, zo goed om te bepalen wie leiding gaat geven aan de komende 5 jaar voor je leven. Dankjewel, Rifano. Stendo. Goedenavond vanuit mijn kant. Als ik dit ook gelijk mag zeggen, ik ben voor de stelling. Reden waarom ik tenminste voor de stelling ben dat je vanaf 18 jaar nog niet helemaal volwassen bent, is omdat ik persoonlijk vind dat je op je 18e leeftijd nog niet alles over het leven weet. Laat staan wat in je land gebeurt. En een 21-jarige, 21 of 22? 21 jaar. 21, heb je meer weet over wat gebeurt in jouw land. En dan kan je betere beslissingen nemen voor wie je eigenlijk moet stemmen. Want, come on, is net als het, dat 18-jarigen moeten eigenlijk stemmen voor jeugdparlement. Come on. Dankjewel, Stendo. Rifano. Evenis, laten we dit zeggen. Ik ben blij dat de moderator het in het begin heeft aangehaald. Dat we niet emotioneel gaan praten, maar op basis van feiten. Ik wil graag weten waar Stendo zijn onderzoek gedaan heeft. Om te weten dat je op 18-jarige leeftijd niet genoeg weet over het leven. Ik bedoel van, je kan voor jezelf praten. Maar op 18-jarige leeftijd wist ik al genoeg. En dat heeft het te maken met je kennis, je kunde, je opvoeding en alle factoren. Dus laten we het niet emotioneel houden, mensen. 18 jaar en niemand van de groene tafel kan mij nu zeggen waarom 18 jaar niet goed is en waarom 21 jaar wel goed is. Dankjewel. De groene tafel, Daniel? Jullie worden uitgedaagd, hè? op 18-jarige leeftijd. Nee, mag. Eerst aan begonnen. Nee, je mag. Je mag. Je bent aan begonnen, je mag. Daniel? Je mag. Geef je laten even aan de people. Op 18-jarige leeftijd, Rifano, vind ik dat je eigenlijk bepaalde van ons nog steeds met onze ouders wonen. En het moment dat je nog steeds met je ouders woont, weet je niet alles wat er eigenlijk moet gebeuren. Je hebt ons getriggerd. Weet je nog niet alles wat eigenlijk moet gebeuren? Sorry, ik lach. Ja, het moment dat je nog met je ouders woont, weet je nog niet alles zoals het moet zijn als je alleen zou wonen. Ben je nog niet zelfstandig? Ik vind dat je eigenlijk ook zelfstandig moet zijn voordat je zo'n stemrecht kan doen. Want sowieso ga je nadenken van, hé, nu tegenwoordig is alles duur. Die 18-jarigen zien het, maar ze voelen het niet zo als de moeder in huis. Ja, vind ik. Manel. Zo, ik ben tegen deze argumenten, maar het is geen emotionele keuze, het is een keuze dat je je toekomst aan moet weten. 16 jaar zou ik zeggen van oké, dan moet je met emoties ben je nog met je moeder. Maar 18 jaar moet je al weten wat je planningen zijn voor de toekomst. Dus dan moet je al weten wie je eigenlijk moet helpen je toekomst te bereiken.
En zo'n keuze is geen keuze dat je gaat moeten maken van ja, ik blijf nog met mijn moeder, dus ik ga nu weten wie dat land moet draaien, zodat ik op zo'n bepaald niveau Suriname kan zien. Nee, het heeft geen emotiegevoel nu. Het is een gevoel, een planning voor de toekomst. Je moet je toekomst plannen, dus je weet al wie je daar moet hebben. Het heeft niets te maken met ouders. Voordat je doorgaat, Tjark, ga ik even naar de moderator. Moderator, u heeft al een paar argumenten gehoord over de stelling. Wilt u nog iets toevoegen om het debat meer gewicht te geven? Ja, zeker. Ik heb naar de argumenten geluisterd en ik merk dat toch wel de emoties een beetje naar boven komen. Dus ik doe een oproep om terug te gaan naar de feiten. Maar tegelijkertijd ook rekening te houden met dat het niet op zichzelf staat natuurlijk. Een gereed zijn om al dan niet te stemmen op een bepaalde leeftijd is ook afhankelijk van de omgeving en van de instituten. Denk maar aan ons onderwijs. Dus misschien is dat een idee om daar ook naar te kijken. Oké, dankjewel, moderator. Tjark. Ja, waarom ik voor deze stelling ben, althans als je dagelijks kijkt naar wat jongeren met elkaar doen, de vechtpartijen, pesten, dan zie je dat het van kinderen vanaf 15 naar boven, naar 18 jaar, doen mee aan zulke dingen. Dan waarom zou ik me niet kunnen voorstellen dat kinderen van 18 jaar nog niet volwassen genoeg zijn? Omdat ze nog in groepen en ze kijken wat anderen doen. Zolang je kijkt wat anderen doen, toch, vind ik je niet volwassen genoeg. Je kan nog niet voor jezelf gaan bepalen. Dus daarom ben ik voor deze stelling dat 21 de beste leeftijd is om je stemrecht uiten. De beste leeftijd is Patra. Ja. Weet je, het is niet je leeftijd die je volwassen maakt. Het is je mind. Het is de manier hoe je opstelt, de dingen die je zegt en wat je doet. Soms ook een studie dat je hebt doorlopen. 18 jaar vind ik dat je volwassen genoeg bent om te kunnen bepalen voor jezelf en te kunnen zeggen, hey, ik vind die persoon kritisch, ik vind die persoon het goed doen voor mij, laat me stemmen op die persoon. Want een 18-jarige en een 21-jarige, een 18 en 21 is geen groot verschil, zijn 3 jaren toch? 21 min. Ja, 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 ja. Zijn 3 jaren. En meestal zien we ook dat onze 21-jarigen ook als peuters denken. Dus waarom zou ik niet dan een 18-jarige de kans geven om te stemmen? Het is zo, laten we het zo laten, we kunnen niets eraan doen. Dank je, Patra. Ik vind dat 18-jarigen wel moeten stemmen, want waarom mogen die 18-jarigen niet stemmen, maar zwakzinnigen wel? Want eigenlijk, dus jullie vinden dat zwak dingen? Nee. Kalmte, kalmte. Oké. Kalmte. Ja? Jullie vinden dat zwak, 18-jarigen niet mogen stemmen, maar zwakzinnigen wel. Want eigenlijk heeft een 18-jarige meer verstand dan een zwakzinnige. Nou, waarom mogen zwakzinnigen wel stemmen, maar 18-jarigen niet? En ik vind dat die mensen, dus volwassenen, ze geloven gewoon niet in jongeren, dat vind ik. En ze denken dat jongeren het niet kunnen, omdat je moet eerst volwassen zijn om te kunnen. En wetenschappelijk bewezen is dat pas op je 24ste is je hersen volledig ontwikkeld. Dus daarom is het 21. Dankjewel, Latifa. Ja. Ja, ja, goeiedag Suriname. De naam is Benito Atipa. Ik geloof in het heelal, ik geloof in het universum. Ik geloof dat ieder mens die deel uitmaakt van de derde planeet, namelijk de aarde, hier op de planeet zijn om naam en ziel waar te maken. Om te beginnen, het stemrecht moet verhoogd worden naar 21 jaar. Ik ben voor met de stelling. Waarom ik dat zeg? Een 18-jarige is 18-jarige gaan, 18-jarige jongeren gaan meer met de hype. Ze zijn vaak genoeg niet bewust voor de keuze die ze maken, als ik het zo mag zeggen. En ik vind, als je 21, wanneer je 21 jaar bent, ben je als het ware voorbereid. Je bent voorbereid voor alles. Je bent feitelijk in staat om een bepaalde beslissing te nemen in het leven, zeg maar, die te maken heeft met mandaat geven aan, zeg maar, een bepaalde politieke partij. Je hebt kaas van gegeten, maar ik vind van, als je wanneer je 18 bent, ben je nog niet, ben je zelf nog. Kijk, volgens de statistieken is het te zien dat jongeren
van Suriname niet op de hoogte zijn van zeg maar de actuele dingen die zich voorspelen in het land. Jongeren van Suriname kijken niet eens, ze hebben helemaal niet eens tijd ervoor om naar, naar het nieuws te kijken. Dus vandaar ik zeg van dat ik eens ben met de stelling. Dank je wel. Dank je wel, Benito. Rissel? Goedemorgen, ga even kort op deze stelling. Ik vind wanneer die bewustwording er is, dan ben je wel rijp genoeg om te stemmen op 18-jarige leeftijd. Het begint bij jezelf. Wat wil je? Waarvoor ga je? Toch? Want als ik een voorbeeld neem bij mezelf, toen ik 18 was, was ik al zelfstandig. Ik wist wat ik wilde en ik wist waarvoor ik ging. Dus waarom zou het verhoogd worden naar 21 jaar? En ik zou het ook daarmee zeggen, ik heb gisteren ook een boek gelezen uit onderzoek. Pas bij, als je 24 bent, dan ben je helemaal ontwikkeld. Dus waarom geen 18 of 21? Of waarom denk je van, als pas ik 21 ben, dan pas mag je gaan stemmen? Nee, uit onderzoek, geloof me, pas als je 24 bent, dan ben je helemaal ontwikkeld. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet op 18-jarige leeftijd mag bepalen wat er moet gebeuren in mijn land. Toch? Dus we mogen op 18-jarige leeftijd gaan stemmen. Toch? Waarom stimuleren bijvoorbeeld het buitenland, bijvoorbeeld Nederland, 18-jarige jongeren, om alvast zelfstandig te zijn? Ze weten waarom. Als je 18 bent, dan ben je net op het punt om te kiezen waarvoor je wil en wat je wilt bereiken in het leven. Dus daarom zeg ik van, het hoeft niet naar 21 te gaan. Is de bewustwording. Dankjewel, Russell. Rivado. Ter completering van mijn eerder gemaakte statement wil ik wel zeggen dat ik wil de groene tafel even een reminder geven. Je begint op jonge leeftijd met het nemen van besluiten. Denk maar aan de zesde klas, toen je moest kiezen MULO, LTS of, of het LBO. Nee, even. Het hangt ook van de opvoeding af, want ik moest het zelf kiezen. Toch? We gaan een streetje hoger. Je wordt iets ouder, je mag kiezen, wil je voor een vriend of wil je geen vriend? Wil je seks, wil je geen seks, wil je roken, wil je... Feit is dat je op jonge leeftijd mag mede helpen bepalen waar welke richting je leven op moet gaan. En nogmaals, niet een leeftijd maakt jou volwassen, want ik geloof meer in kwaliteit dan kwantiteit. Want je hebt ook 38 en 40-jarigen die niet eens een simpel besluit kunnen nemen. Dus ik zeg, 18-jarige mensen zijn geschikt. Ga investeren in die jonge mensen, zodat wanneer de tijd daar rijp voor is, dat ze daadwerkelijk de juiste keus kunnen maken. En ter afronding... Graag. ter afronding... We hebben ook gezien bijvoorbeeld in Suriname dat mensen op basis van feel, op basis van emoties hebben gestemd. Heeft dat te maken met je leeftijd? Heeft dat te maken dat mensen bijvoorbeeld pakketten strooiden en dergelijke om die mensen in emoties te raken? Heeft dat te maken met de leeftijd? Dankjewel, Rivano. Stendo. Dankjewel, Rivano. als ik dit eerst mag zeggen, ik weet niet vanuit welke boek jullie het hebben dat jullie vanaf jullie 24ste leeftijd je pas volgens de science ontwikkeld zijn. Het is vanaf je 25, dus gaan jullie research echt goed doen. En als ik verder mag gaan, er is Google, jullie mogen even snel googlen. En als ik verder mag gaan, zoals Rivano daarnet zei, daarom dat ik hem ook bedank. Zelfs de oudere mensen waren ook een beetje emotioneel op te stemmen op met emoties om te stemmen voor bijvoorbeeld, ik weet niet voor welke partij. Maar wat about die jongere mensen? Als je een oudere een man kan pakken, dan wie is een 18-jarige? Die gaat sneller in die hype. Laten we even serieus zijn. En zelfs om in het DNA te zijn, als ik het goed heb, hou me ten goede, is het vanaf jouw 21ste leeftijd. Dus waarom niet vanaf je 21ste leeftijd stemmen? Mooi punt. Moderator? Ja. Yes. Ja, ik luister. Het gaat de goede kant op, hoor. Ik hoor hele goede dingen naar voren komen. Ik denk dat misschien beide zijden ook wat meer aandacht zouden kunnen besteden aan wat is nodig om een goed besluit te nemen. Ja. En op basis daarvan je feiten brengen, je argument waarom de ene wel of niet goed is. De ene leeftijd wel of niet goed is. Want het gaat om de informatie die je tot een besluit neemt op basis van informatie die je beschikbaar hebt en op basis van ervaring. Dus als we die twee dingen even kunnen meenemen, dan komt er nog een dimensie bij. Oké, dankjewel, moderator. Dan gaan we naar Joshua Patra.
Yes, ik wil ook graag weten wat de statistieken zeggen over volwassen mensen 21 plus. Want meestal hebben zij ook geen verstand van de actuele in Suriname. Dat zeggen de statistieken ook. Dat heb ik gelezen. Ik denk dat we meer moeten gaan kijken naar onze 18-jarigen. We zien dat ze meer bezig zijn. Ze zijn actiever nu. Onze volwassenen zijn een beetje achtergebleven. Ja. Ze downgraden ook nu. En dus we moeten nu werken aan onze 18-jarigen om die de nodige tools bij te voegen, zodat ze weten wat het eigenlijk is om te stemmen. Waarom ze stemmen en waarvoor het nodig is. Onze wat ouderen zijn al weg. Het is moeilijk om ze te... nee, serieus. Het is moeilijk om ze zaken uit te leggen, vooral wanneer ze echt vastzitten aan een partij. Het is moeilijk om ze even de nodige tools te geven. Tjarak. Een vorige spreker heeft het gezegd. We moeten gaan werken aan onze 18-jarigen. Als je bewust bent van wat je wilt of wat je wilt doen, denk ik niet dat iemand eraan moet gaan werken of zo. Dat je bijgeschaafd moet worden. Je bent bewust van welke beslissing je wil nemen. En waarom zou ik iemand nodig moeten hebben om me bewuster te gaan maken van wat ik moet doen? Dat wil zeggen dat je niet volwassen genoeg bent. Je hebt niet de nodige mindset om je eigen beslissing te nemen. Ik neem een simpele voorbeeld. Stando heeft een politieke partij. Rifano heeft een politieke partij. Stando, die is er bewust van dat ik 18-jarige ben. Rifano is ook bewust daarvan. Sando weet om te gaan met 18-jarigen. Hij weet van, als ik hem een iPhone geef, ik geef hem een 6000 SRD, heb ik hem al achter me. Hij gaat voor de bewustwording. Ik ga kiezen voor een iPhone en een 6000 SRD eerder. Want ik zie van, als ik voor Stando ga stemmen, dat ik meer dan die iPhone kan krijgen. Ben ik bewust of stem ik voor emotie? Zo. Ja. Rifano. Dank u wel, debatleider. Ga u weer zeggen. We moeten investeren. En een van de belangrijkste dingen bij het, ik ga uw vraag zo meteen beantwoorden, moderator, is dat we wanneer we kiezen, dat we moeten leren om duurzaam te kiezen. Om goed te kiezen bij de verkiezing speelt opvoeding een belangrijke rol, maar ook kennis, kunde en die karakter. Wanneer we merken dat mensen emotioneel stemmen, zoals u dat gezegd heeft, en kiezen voor de iPhone, dan heeft dat te maken met ontwikkeling. Of ontwikkelingstekort, of bij de opvoeding is het misgegaan. Maar wanneer we nu die jonge mensen, en nota bene, ik zeg je, 18-jarige, als je stemt na 5 jaren, ben je 23. Dat wil zeggen, als je die groep daar goed kan opvoeden en kan brengen op een plek waarbij ze in staat zijn om cruciale besluiten te nemen. Want die 35-jarigen die gaan straks dood en die 18-jarigen moeten dat land draaien. Maar als je niet investeert in die jonge mensen, ga je ook troep oosten. Dus daarom, hou het op die 18 jaar. Dankjewel. Ja. Ik rond af met deze mensen voor het eerste gedeelte van Archimie. Ja. Zoals er eerder gesproken is over een 18-jarige. Ik vind van, wanneer je 18 bent, ben je niet echt. Men heeft het over bewustwording. Mm-hmm. Maar is het werkelijk zo dat alle 18-jarigen ernaar streven om bewust te zijn hier? Toch? Het kan zijn, je bent 18, je denkt erna van, oké, ik ga stemmen, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Maar hoeveel van die 18-jarigen hebben zo'n denkwijze? Ze zijn actief, maar zijn ze actief op politiek gebied? Of zijn ze gewoon actief op social media om allerlei memes te delen, bijvoorbeeld, en allerlei dingen? En als we nou eens kijken in onze samenleving, in onze samenleving zien we dat nauwelijks 18-jarige kinderen zich meer als pubers gaan gedragen. En laatst
van iemand die zegt van oké, ja, en, ik wil gaan stemmen en zo. Nu hoor je niks van stemmen bij hun. Nu is het meer over, en, ik ga dit posten, ik ga dat posten. Maar wanneer je 21 bent, kan je nog een beetje bewuster gaan denken van oké, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Dankjewel. Ja. Latifa. Kort hoor, Latifa. We moeten afronden. Over bewustzijn van wat, dus dat je gaat stemmen, vind ik het wel niet, vind ik het niet goed. Dus waarom mogen krankzinnigen stemmen, maar... nooit dingen, maar 18-jarigen. En ik ben 18, dus ik mag niet stemmen. En, dus je zei van 18-jarigen zijn niet actief, dus zijn niet actief op politiek gebied. Wat als ik de kaas niet krijg en mensen ze discrimineren me op basis van mijn leeftijd? Ja, dat vind ik hoor, want ik ben 18, dan waarom mag ik niet stemmen? Maar het eerste wat ik zei, op mijn jaardag zei ik van, eindelijk mag ik stemmen. Dat is het eerste wat ik zei, ik weet nog, eergisteren was ik jarig. Ik ben 18 jaar geworden eergisteren. Oh, gefeliciteerd. En dat moest ik nog zeggen, ik ben vergeten. Okay. Dankjewel. Je mag nou je mening geven, kort. Ja. Nou, ik vind dat 18-jarigen niet te jong zijn om te stemmen. Bij wet is het zo dat je veel te jong bent. Je bent pas 21, oud genoeg. Ben je een, word je dan, nee, word je dan een adolescent, snap je? Waarom moet een 18-jarige stemmen? Sorry. Je kunt het nog maken? Ja. Ja, ik zal het nog maken. Ik vind dat een 18-jarige te jong is. En het is namelijk zo dat je pas op je 21ste oud genoeg bent. En ik bedoel van, come on, een 21-jarige kan nog niet eens een spaarrekening openen. Waarom zou zo iemand dan mogen stemmen? Een 18-jarige. Een 18-jarige mag ja, nog niet. Ja, een 18-jarige mag nog niet eens een spaarrekening openen. Waarom is een 18-jarige dan oud genoeg om te stemmen? Oké. Ik vind je argument mooi dat een 18-jarige niet eens een spaarrekening mag openmaken. Waarom zou je kunnen stemmen? Okay. De bank heeft een liegen gemaakt om hun de gelegenheid te geven dat hun ouders erbij moeten komen, maar ze die push nodig hebben. Daarom zeggen we moeten investeren in die 18-jarigen. Waarom? Ze hebben die investering nodig. Die 50-jarige plus er hier zijn bankrekening aan, die dat geld aan de kant, om te zeggen van, hey, ik kan deze mensen manipuleren, laat me ze een iPhone geven. Daarom heeft hij gekozen voor zo'n groep. Maar nu moeten we focussen op zijn toekomst. De jeugd van nu is de toekomst van morgen, is al altijd zo gezegd. Is al altijd zo. We hebben deze keuzes niet zomaar gemaakt. Want in het begin moest je eerst een bepaalde belasting iets betalen voordat je kon stemmen. Dat was het eerste gedeelte. Vrouwen konden in die tijd ook dank niet stemmen. Dankjewel, Vanel. Nee, dankjewel. Het is 30 seconden. Gaat lang voorbij. Ja, maar kort. Ja, ik ga proberen. Ja, lieve mensen. Ik zie dat het heel emotioneel begint te horen bij de rode tafel. Maar kalmte. Om te beginnen. De ene man haalde daar net aan van 18-jarigen zijn, moeten bewust zijn, bewust genoeg zijn voor wat voor keuzes ze maken. Of ze 18-jarigen zijn zelfstandig genoeg, al zelfstandig genoeg om een keuze te maken. Maar mijn vraag is, hoeveel procent van de jongeren van Suriname zijn zelfstandig genoeg? En hoeveel procent van de jongeren van Suriname wonen niet met hun ouders? Hoeveel? Als ze zo zelf... Oké. Okay. Precies. En daar begint het. Precies. Ja, precies. Precies, daar begint het. Rustig. Laat deze punt zelf afmaken. Ja. Ja. Precies, daar begint het. Overtuigen kan ik meegeven dat in de jongeren van Suriname die nog met ouders wonen en de jongeren van Suriname die zelfstandig zijn, ik ga best wel mee, ik kan overtuigen meegeven dat de jongeren die met hun ouders wonen, dat in de minderheid heerst. Okay. Waarom ik dat? Dat ga ik ook zeggen waarom nee, ik dat nee, zeg. Nee, 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 ja. Nee, nee, nee. We hebben het gehad. Nee, nee, nee. Zo. Ja, je hebt zo'n puntje kunnen afmaken, Stendo. Maar binnen 40 seconden moet je je mening geven. We hebben het gehad voor deel 1. We gaan nu naar een korte reclamebreak. En ja,
Er is veel te zeggen, maar probeer dat te doen in 40 seconden. We zijn terug bij je in de huiskamer. Bij uw eigen programma Archimedes Debat. En het is tijd voor deel 2. En we gaan nu naar de inleider om stelling 2 in te luiden voor u hedenavond. Dankjewel, debatleider Mario. Stemmen in een vrije en democratische verkiezing is een burgerrecht dat je de mogelijkheid biedt om je vertegenwoordigers te kiezen die beslissen over publieke kwesties die de hele samenleving raken. Daarom is het zo belangrijk van dat recht gebruik te maken om te beslissen over het model van de samenleving dat je voor ogen hebt en om na te denken over de persoon om wie je stemt, die verantwoordelijk zal zijn voor het nemen van de nodige maatregelen om deze visie uit te voeren. Tot nog toe kent Suriname alleen het kiesrecht. Het kiesrecht kan worden aangeduid als het recht om te kunnen stemmen. Hierbij ligt het besluit nog bij de burger om zijn of haar stem te laten horen bij de verkiezingen. Het nadeligste aspect van een kiesrecht is dat de opkomst bij de verkiezingen veel minder kan zijn dan verwacht en er wordt een regering gekozen op basis van de beschikbare massa. Tegenover het kiesrecht bestaat de stemplicht, wat kan worden aangeduid als de verplichting om te stemmen. Het voordeel hiervan is een grote opkomst genereren voor de verkiezingen, maar daartegenover ligt het gevoelig aspect dat mensenrechten schending specifiek aangeduid op de vrijheid om te doen wat de mens wil, oftewel vrije meningsuiting. De tweede stelling voor vandaag luidt: Suriname moet een stemplicht invoeren. Dank u wel, Ashebar, voor stelling 2 en ook het inleiden van stelling 2. Dan gaan wij nu terug naar de straat. Denk je dat het verplicht gesteld moet worden dat mensen moeten stemmen? Dus verplicht stemmen als een wet? Oei, ja. Als het niet verplicht was, zou er geen president hebben toch? Eigenlijk moet het eigenlijk zo zijn hoor. Ze moeten een wet ervoor maken. Ja, want als je niet stemt, kan je bijna niks zeggen. Dus ze moeten een wet maken. Nee, ik denk het niet. Het is mijn mening als ik wil of niet. Jij moet me niet verplichten om het te doen. De leeftijd van 18 jaar. Denkt u of vindt u, wat is uw mening als het gaat om de leeftijd van 18 jaar? Moeten ze het verruimen, een andere leeftijd, misschien 21 of zo? Wat denkt u ervan? Een leeftijd 18 boom of dit is maar jongen toen ze? Het is goed. 18, eigenlijk 17 moeten ze het zetten. 17, kinderen zijn al 17 volwassen. 17 is beter. Ja, 17 ja. We gaan voor 17. Ik denk dat het ouder moet, omdat wanneer je 18 jaar bent, ben je nog niet zeker wat je wilt. Je gaat misschien met ouder, je moeder zegt van oké, ik stem op zo'n partij. Dan kies jij ook ervoor, maar je hebt nooit bijvoorbeeld iets van ze gehad. Maar omdat je ouders daarvoor, dan ga je ook daarvoor. Dus ik denk iets ouder. Ja. U heeft het gehoord, kijkers en debaters. En met deze woorden ga ik namelijk het debat openen. En ik herhaal de stelling: Suriname moet een stemplicht invoeren. De voor- en de tegenstanders. Het debat is geopend. Banel. Zo, goedenavond samen. Suriname moet een stemplicht invoeren. Ik ben ervoor. Waarom? Als het nu ernaar kijken, we hebben een keuze. We gaan nu uit onszelf. Als je het verplicht, dan gaat men bewuster van zijn om onderzoek te doen van waarom moet ik voor zo iemand stemmen? Waarom moet ik een keus maken voor zo iemand? Wie is meer op mijn niveau of wie is meer gericht op mijn doel om Suriname op zo'n manier te krijgen? Dan ga je bewuster zijn en meer onderzoek doen. Nu gaan we laatste moment onderzoek krijgen. Nu gaat men laatste moment het publiek proberen te ietsje influenceren. Terwijl als je het vanaf je inzet tot al die 5 jaren bezig bent om te wijzen waarom jij nog steeds moet zitten of waarom jij nu moet komen, dan heb je meer gevoel ervoor. Niet wanneer het laatste moment is, dan ga je een aantal mensen proberen te krijgen. Nee, nu als het een plicht is, ga je onderzoek doen. Ga je het altijd willen. Het is liever een plicht in plaats van een keuze. Dankjewel, Banel. Goedendag. Ik ben tegen de stelling.
Omdat ik vind van, is mijn stem. Ik mag doen wat ik wil met mijn stem. Zo ook mag ik, heb ik het recht, om te stemmen voor wie ik wil. Maar als je me gaat verplichten van, hé, stem, je moet bijvoorbeeld, je bent verplicht te stemmen. Het is, ik weet het niet. Want ik, op basis van mezelf, zou ik zeggen, ik moet mijn keuze maken voor wie ik ga. Toch? Want bijvoorbeeld, ik zie partij A doet het beter, of misschien partij B doet het beter. Dan kan ik mijn keuze maken, toch? Uit ervaring zeg van, ik wil het doen. Ik wil het zetten voor partij B. Maar als jij nu komt van, je bent verplicht het te doen, dan geef je me de neiging van, je zet me onder druk. En dan krijg ik het gevoel van, je wilt mijn rechten van me afnemen. Dat doe ik niet meer. Dankjewel. Tjarek. Ik ben het eens met deze stelling. Reden waarom. Als Surinamer, zeg maar, je dient je bijdrage te leveren om je land tot ontwikkeling te brengen. Dan vind ik ook van dat je verplichtingen moet hebben in het leven. Men moet je een bepaalde verplichting geven in het leven dat je moet gaan stemmen. Anders als je niet stemt, kan je geen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Waarom zou ik niet moeten gaan stemmen? Want ik wil het beter morgen hebben voor mijn kinderen, voor mijn kindskinderen. Dus daarom moet ik gaan stemmen. En daarom vind ik dat een stemplicht nodig is in Suriname. Dankjewel, Tjarek. Rivano. Geachte kijkers, laat me dit zeggen. De vraag van de vorige debater was waarom zou ik niet moeten stemmen. Ik vraag me af waarom zou je wel moeten stemmen. Hou rekening met het feit dat je niet aan mijn rechten kan komen. Ik heb het recht om zelf te besluiten. En dat is ook opgenomen in vrije meningsuiting, want dat is ruim. Maar houd ook rekening. Laat zeggen, want we kennen die scenario's. Er is geen alternatief dat, of een partij die, waarbij ik de ideologie van zo'n partij kan ondersteunen. En ik word dan verplicht om tussen 10 ossen te kiezen. Dus u drukt me eigenlijk om... Meneer Rivano. Het is niet dat het in Suriname zo is. Oh. Maar ik heb het erover. Ik eet geen vlees, maar je zet me onder druk om te kiezen tussen 10 vleessoorten. Ik bedoel van, waar is mijn eigen recht? Toch? Nota bene, als ik vind dat ik nog niet ready ben om zo'n cruciale besluit te nemen, dan moet mijn mening gerespecteerd worden. Het kan geen wet worden, we leven niet in die tijd van Hitler. Afronden. Het moet een recht blijven. Mevrouw Angelique, ja. Ik volg de discussie. Hier zien we nog wat toe te voegen. En zijn er misschien ook landen waar dit wel verplicht is? Ja, zeker. Er zijn in de wereld een aantal landen waar het er stemplicht is. Mm-hmm. Waar je ook een boete krijgt als je niet er naartoe gaat. En er zijn ook een aantal landen die gewoon het stemrecht natuurlijk hebben. Maar wat ik eraan wil toevoegen om de discussie een beetje interessanter ook mm-hmm. misschien te maken, is dat het ook mogelijk is om blanco te stemmen natuurlijk. Toch? Dus als je stemplicht hebt en je naar de stembus gaat, wil nog niet zeggen dat je per se op iemand moet stemmen. Je hebt nog altijd de ruimte om blanco te stemmen. En ja, de democratie leeft alleen als de groot zoveel mogelijk mensen meedoen. En het belangrijkste meetlat van de democratie is het moment van stemming. Yes. Dankjewel, moderator. Banel. Yes. Hetgene wat hij net heeft aangegeven, het is niet dat je onder druk zetten om te kiezen tussen 10 assen, want dat zou ik in principe ook aanhalen. Je kan nog steeds blanco inleveren. We willen een stemplicht hebben, zodat meer mensen komen opdagen. Want als je het gewoon op een keuze laat, van hey, ik zie 10 assen, je gaat niet kiezen tussen die 10 assen, je gaat geen onderzoek doen als tussen die 10 assen iemand daaronder ook vegetariër is en geen vlees zou bijvoorbeeld. Geven. Dat is de bedoeling ervan. Je moet je onderzoek gaan doen, je moet gaan kijken van, bewust worden ervan en een goede keus maken. Niet gewoon blindelings van ja, deze heeft me niets aangeboden, ik ga niet. Die heeft me wel iets aangeboden, ik ga wel. Nee, het moet bewust worden. Als je een stemplicht hebt, dan weet je van, hey, if me no go, wat moet ik kom, ik ga dan. Weet je, onderzoek nu gaan doen om een keuze te maken. Daarom willen we een stemplicht. Benito, toch? Ja. Suriname moet een stemplicht invoeren. Ik ben tegen de stelling. Waarom ik dat zeg? Kijk, ergens in ons wetboek staat het vastgesteld dat van democratie. Mm-hmm. Dat is vrije meningsuiting. Ja, toch? Ik ben vrij om te doen en wanneer
en waarin ik zin heb. Zelf om een dienaar te zijn van de Almachtige Schepper is het niet verplicht. Het is of wil je niet. Hallo, hallo, hallo. Wow. Oké, ik ben niet eens met deze stelling. Waarom? Ik mag stemmen wanneer ik wil. En om even in te gaan op dat... Wat de moderator, ja? Je kan ook naar de stembus gaan om, zeg maar, om blanco te stemmen. Mm-hmm. Ik vind van, waarom naar de stembus gaan om blanco? Waarom zou ik dat doen? Dus, snap je wat ik bedoel? Ik vind het een politieke iets, hoor, als ik eerlijk mag zijn. Dank je. Dank je. Russell. Dank je. Ik ben voor deze stelling. Suriname moet een stemplicht invoeren. Ik vind mijn mening, ongeacht de situatie ook, ongeacht wat we denken van onze regeerders, vind ik toch dat we verplicht zijn om te gaan stemmen. Reden waarom? Ik neem maar een voorbeeld om te reageren op wat u zei daarnet. U bent toch politieagent? En u bent toch verplicht elke ochtend naar het werk te gaan? Ga je niet, wordt er toch een bepaalde sanctie voor jou, toch? Dus waarom zou je dan niet verplicht zijn om te gaan stemmen? Toch? Als je politieagent bent, blijf je thuis en je zegt een van de mannen gaat nooit werken. Je bent toch verplicht om elke ochtend naar het werk te gaan, vriend? Dus daarom vind ik, we moeten bij de feiten blijven en de realiteit niet onder ogen halen. Maar gewoon gaan van, we moeten gaan stemmen. Want als ik bijvoorbeeld nu stem, als er een plicht komt, dan weet ik van, over 2 jaar moet ik naar de stembus gaan. En aangezien de situatie, dan weet ik al voor wie ik moet stemmen. Want dan heb je de ruimte genoeg om te kijken voor wie je gaat stemmen. Dus daarom vind ik van, de wet moet er komen om verplicht. Zodat je kan. Dankjewel, Russell. Rifano. Dankjewel, debatleider. Om te beginnen, ik sta niet in de hoedanigheid als politieman is 1. En wanneer we hier onze mening willen ventileren, moeten we dat doen op basis van grondslagen. Laat me dit alvast zeggen, dat als ik gesolliciteerd heb naar het KPS, dan heb ik dat gedaan omdat ik dat wil. Dus ik snap niet waarop uw mening gebaseerd is. Laat me dit ook ervan zeggen, dat niemand, en als we zijn een derde wereldland, laat Suriname tedematak temat barbij brong in Kotawafi. Laten we kijken naar die andere eerste wereldlanden, zoals Nederland, waarbij ze ook stemplicht hebben gehanteerd een tijdje. En men heeft ook gezien dat het niet werkt. Je komt tegen rechten van een mens, omdat ik nog steeds een blanco stemmen, moderator. Het heeft toch geen zin, het enige voordeel dat het zou hebben zijn data, om data te verzamelen. Maar wat voor nut is dat als 80% van de samenleving toch blanco gaat stemmen? We vermorsen geld, we vermorsen papier, we vermorsen tijd. Dus, mensen, je komt niet aan mijn recht, ik bepaal nog steeds. Dank je wel. Zoals de vorige spreker gezegd, zelf voor God ben je niet verplicht. Dank je wel. Hans op bank. Ja, goedenavond. Ik respecteer iedereen's rechten, toch? Maar het individualistisch denken van de rode tafel, ik word er niet goed van. Ik word er echt niet goed van, serieus. Want het stemplicht, toch? Kijk, ik respecteer iedereen's rechten. Maar het gaat er niet alleen maar om van wat ik wil en wat ik wil. Kijk, Suriname is in een kleine samenleving. De rode tafel beseft misschien niet genoeg wat voor invloeden het heeft wanneer 1 burger ervoor kiest niet te gaan stemmen. Het heeft invloed op de stemdeling en al die dingetjes, toch? Like hoeveel zetel, ja, die zeteldeling en dat alles. Wanneer je, ik wil het niet echt verplicht noemen, het stemplicht vind ik, misschien is het niet het juiste middel, maar het is wel een stap om burgers te en naartoe bewegen om hun nationalistisch gevoel te voeden. Toch, want is het denken van ik, dat maakt dat men zich niet wil bemoeien met politiek. Men wil niet bemoeien met hoe het land bestuurd wordt. Maar we gaan wel altijd klagen en in een hoek zitten en zeggen wat we daar vinden. Toch? Wanneer je ergens je plicht hebt, verplichting, wanneer je ergens de verplichting hebt om betrokken te zijn, dan kan je ter plekke je mening geven, toch? En betrokken zijn met de manier en de richting waar het land naartoe gaat. Dank je wel. Hassan Bank. Isaias. Dankjewel. Ja. Ik heb het gevoel alsof de vorige debater ook moeite heeft met het plicht. En dat is mijn mening. Dus ik snap je. Laat maar dit van zeggen. Als we dit gaan accepteren, mensen, dan wil ik de samenleving vooral waarschuwen.
Want dan gaan we een richting op waarbij je straks verplicht wordt om een godsdienst te hebben. Dat je straks verplicht bent om een geslacht te hebben of een gender. Laten we breedvoerig denken, mensen. Denk niet tunnelvisie van oké, nee, het moet. Want uiteindelijk moet je jezelf de vraag stellen, heb jij profijt eraan? Want wanneer je gaat kiezen voor een bepaalde politieke partij, dan moet je als eerst eens zijn met een partijideologie. Maar als ik geen keuze zie, of ik kan geen partij zien waarbij ik me getrokken voel, of ik dat niet kan ondersteunen, denk maar aan, kies vandaag tussen dood en ziekte. Ik bedoel van, je bent toch niet verpleeg? En de groene tafel, ik daag jullie uit nu. Kom en zeg me waarom wel dat er stemplicht moet komen. Dat wil ik horen. Oké, goedenavond, dames en heren. Ik vind dat er een stemplicht moet komen, omdat, wel, wel, een paar, die vorige verkiezing, ja, hebben weinig mensen gestemd en, er was gewoon iemand daar zo, like, van, hij was 35 jaar en hij zei gewoon van, ik stem niet. Maar ik vind van, als hij had gestemd, kon misschien NPS erbij komen. En zie je, jullie zijn niet gekomen om te stemmen, dus nu zitten we hier met al die gebakken peren. Dus ja, ik vind van, er moet een stemplicht komen. Ik kom steeds weer, hè? Banel. Dus ik vind het tof hoe je ons wilt uitdagen daarvoor. Maar wij hebben ook het informatie nodig. Want net heb je aangegeven 80% gaat dan blanco inleveren. Als we weten dat 80% blanco gaat inleveren, omdat we deze plicht geplaatst hebben, weten we van, men moet meer bewuster zijn van de rest van de politiek. Men moet nu meer informatie krijgen. We gaan dan moeite maken dat men meer informatie krijgt. Want als we alleen op die 20% een president laten zitten, hebben we een groot probleem. Want die 20% gaat dan een keuze maken met de bedoeling van, ik weet wat hij mee kan geven. Maar de rest moet ook een keuze maken. En als je geen keuze maakt, wil dat zeggen dat je ons gewoon laat voor de wolf. En dat is niet de bedoeling. We gaan doen. Dankjewel, Benito. Ja, mevrouw, momentje. Mevrouw Angelique. Ja, ik vind het heel mooi wat allemaal aan beide zijden naar voren komt. Mm-hmm. Vrij sterk ook. Mm-hmm. Maar ik heb één vraag die ik gewoon voor allemaal wil gooien. En dat is van, en het werd eigenlijk door de vorige debater aan deze kant net even naar voren gebracht. Ja. Maar het gaat erom, hoe sta je in het leven? Laat je anderen voor je beslissen? Of beslis je mee? Of doe je een poging om zelf het besluit te nemen? Mooie vraag. Dank u wel. Stendog, ik wil graag ook dat je die vraag beantwoordt. Los je mening. Ja? Oké. Je mag eerst je mening geven en daarna de vraag beantwoorden. Ik vind dat als ik, zoals Rivano vandaag hier vertelt, ik kan niet verplicht worden gezet om te stemmen voor een partij als ik niemand zie om voor te stemmen. Neem nu een voorbeeld, bijvoorbeeld 2025 is na 2 jaar, als ik het goed heb, moeten we gaan stemmen. Tot zover zie ik niemand voor wie ik nog moet stemmen. En nu word ik dan als het ware verplicht om nu alvast na te denken tussen welke, bijna middag ossen, maar tussen welke van die mensen ik moet gaan stemmen, terwijl er voor mij nog geen partij daar is. En als ik 2025 naar de stembus moet gaan om dan lege blanco dingen in te leveren, heeft het ook geen zin. Als er werkelijk zo is dat er minder, dus 80 is te veel, maar tenminste 30% van het volk niet heeft gestemd, wat moeten we dan doen? Moeten jullie gewoon dat van de kies één zetel aanpassen van één zetel was 5000, maar op basis van, dat is op basis van die 500.000, maar er heeft maar 300.000 gestemd, dan wordt er gewoon gewerkt met die 300.000 en geen 500.000. Want waarom heeft het zin dat het jullie op basis van 500.000 werken, terwijl maar 300.000 hebben gestemd? Het wordt zo gedaan. Ja. Het wordt al zo gedaan. Mevrouw Delft-Kastelen, misschien kan je die vraag. Want het is al ja, het wordt altijd aangepast. Dus afhankelijk van, dus we hebben een kiezersvolk. En als daarin een deel niet naar de stembus gaat,
Dan wordt alleen gewerkt met wie gestemd heeft. En vandaar dus dat die dan bepalen voor de rest. Ja, ja daar hoef ik dan niet te stemmen. Oké, nee, maar ik wil graag je antwoord over de vraag. Ik want... zal de antwoord geven. Nee, nee, nee. Dat is een persoonlijke vraag. Vraag. Dus ik zou je wel antwoord kunnen geven. We zullen het zeggen. Vrij... Dan gaan we naar de groene tafel, want zij gaan het zeker misschien beantwoorden. Tjarek. Wat was de vraag alweer? Welk... bepalen. Ja. En ik rond het momentje, ik rond het debat af met deze drie mensen. Yes? Wel, niemand kan voor me komen bepalen wat ik moet doen of wat mij goed moet, ten goede moet komen. Ik vind dat ik zelf bewust daarvan ben, dus ik kan zelf kiezen wat ik wil. Dus dat is mijn antwoord. Maar om terug te komen op die stelling. Men vindt dat ze niet verplicht moeten worden om te gaan stemmen. Maar ze voelen zich wel verplicht om te genieten van de ontwikkeling van Suriname. Daar waarmee zijn we eigenlijk bezig? Huh? Waarmee zijn we eigenlijk bezig? Want je stemplicht maakt dat je kind en kindskinderen morgen kan genieten van de ontwikkeling die je gestemd hebt, waarop je gestemd hebt. Mijn mededebater, die zei van, ja, ik kan niet kiezen tussen 10 ossen. Maar je kan wel een van de eigenschappen van een van die 10 ossen, wel, je kan je terugvinden in een van die eigenschappen van die 10 ossen. Je bent geen os. Je bent wel geen os. Maar je kan wel een van die eigenschappen terugvinden van één. Deze man heeft wel iets gezegd die me wel triggert. Dus ik kan hem gaan volgen en op de datum die ik moet gaan stemmen, dan is dat tak één. Ik ga voor deze os gaan stemmen. Dankjewel, Rifano. 40 seconden snel. Dankjewel. Geleid te komen dat van bewustzijn. Ik bedoel van als ik ervoor kies om niet te stemmen, betekent niet dat ik niet bewust ben. Ik ben ervan bewust dat ik niets heb gezien, dat je kan ondersteunen dat ik stem niet. Denk maar hieraan, stemplicht introduceren. Dus als ik op vakantie ben, of ik heb een sterfgeval, wat zijn de clausules, wat zijn de veiligheidskribben, de randvoorwaarden? Iemand is gestorven daar, oh ik heb stemplicht, ik moet per direct vliegen naar Suriname om te komen stemmen. Ja, en meneer, u heeft daar net gezegd, ik wil daar wel genieten van de ontwikkelingen. Laat me u zeggen, als vader, als je pap en melk voor je kind koopt, heb je niets geweldig gedaan, het is je taak, toch? Dus als de regering ontwikkeling brengt met mijn belastinggeld, hebben ze niets geweldigs gedaan. Daarvoor zitten ze daar. En, afronden, je zegt ja, je wilt kiezen wie daar is. En wat gebeurt er wanneer je wel gekozen hebt? Bijvoorbeeld, ik kies een simpele scenario. Ik kies voor mevrouw Del Castillo en ze komt niet binnen. Wat dan? Wat dan? Betekent dat wanneer je gekozen hebt dat automatisch jouw mening gaat tellen? Het telt, maar wordt het in de uitvoering meegenomen? Minder emotioneel, meer rationeel. Bewustwording. Dan sluiten we het debat af met de groene tafel. Ik snap niet hoe je zegt dat het een emotionele keuze is als ik voor iemand kies omdat ze aan heeft gegeven wat ze voor het land wil doen. Want het is iets dat ze doet om ons te wijzen van zij heeft gevoel en midden, dus ze heeft het gevoel om ons land op een ander niveau te krijgen. Want we zijn nog steeds in hetzelfde punt. Dat we niet eens kunnen zeggen van, hey, mijn kinderen gaan beter groeien. Het is nu makkelijker voor mijn kinderen dat mijn kinderen een betere toekomst hebben. Nee, het heeft niets te maken met mijn gevoel. Het heeft te maken met het toekomst. Suriname moest het allang de tweede Dubai zijn. Zoveel dingen weten we al dat we waarde hebben. Ik kan nog steeds niet hameren op het gedeelte dat we derde wereldland zijn. Nee, we hebben veel meer waarde. Een plicht moet komen zodat jij meer onderzoek gaat doen, want jij praat nu over een of andere reden dat je, ja, je hebt onderzoek gedaan, je bent bewust ervan. Maar hoe ver ben je bewust als je 10 ossen ziet? Die 10 ossen hebben meerdere mensen onder hun. En als je die meerdere mensen onder hun de kans geeft om in die 10 eerste ossen oor te gaan praten van, hey, kijk, dit moet je eigenlijk naar voren brengen om Suriname op zo'n niveau te krijgen, dan heb je toch een keus gemaakt. Laat het een plicht worden. Dankjewel, laat het een plicht worden. Dan hebben we namelijk Archimedebat gehad, maar ik ga daar naar mevrouw Angelique. Mevrouw Angelique,
Ja, het was een hele pittige debat, moet ik zeggen. Wat heeft u allemaal ervaren hedenavond van deze mensen? Nou, wat ik heb ervaren is dat ze, ongeacht aan welke zijde ze hebben gezeten, maar ze zijn heel erg betrokken bij de issues. Ze hebben opvattingen. Als die opvattingen nu soms wat meer emoties, soms wat minder. Maar we zijn mensen, mensen hebben emoties. Klap. Toch? We zijn geen robot, dus iets zit in je. Maar ik heb dus ook heel veel geleerd van hoe ze kijken, weet je, hoe de jonge Surinamer kijkt naar alles wat om ze heen gebeurt. En ook dat er wel veel besef is van wat nodig is om in ons land ook een volledige participatie te krijgen. Ja. Toch? Dat men wil keuzes, men wil zichzelf herkennen, men wil betrokkenheid. En natuurlijk is er nog veel behoefte aan informatie en de mogelijkheden die een democratie ons biedt, ja, om mee te doen, om te beïnvloeden en om zo ons lot in eigen hand te houden. Nice. En welke debaters heeft hedenavond indruk op je gemaakt, extra indruk? Nou, ik heb een aantal iedereen wel, maar allemaal hebben echt iedereen indruk op me gemaakt. Indruk, maar we gaan naar iets extra. Ja, ja, man, want ik hoor een naam daar van Rifano, die was helemaal helemaal aan. Ja. Ik kan zeggen, naar hier kwam, wist ik dat er iets een beetje duidelijk en scherp naar voren zou komen. Maar ik moet even de naam hebben van die heer hier achter met het blauwe hemd. Banel. Banel, ja. Zie je, ik had het opgeschreven, meneer Banel. Dus het gaat voor mij eigenlijk tussen Rifano en meneer Banel. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die echt, wanneer ze van beide zijden naar voren kwamen, helemaal ready, zaken op een rij en ook ingaan op de andere. Want dat, ja, is heel belangrijk bij het debat, ja, dat je meeneemt wat die ander gezegd heeft. Dus u wil natuurlijk dat ik een keus maak, net als bij de verkiezingen. Nee, dus als ik kijk, als ik kijk naar... Maar als het geen stemplicht is, dan. Nee, maar we kunnen het daarbij houden, want het zijn voor en tegen. Ja. Dus de tegengroep heeft iemand, de voorgroep heeft iemand. Ja. Mevrouw Angelique, nogmaals bedankt voor uw komst naar de studio hedenavond. En wij zeggen nogmaals dank. En wij hopen dat wij weer een beroep op u mogen doen een volgende keer. Om met onze jonge Surinamers de toekomst, namelijk hier te zitten in de studio van de STVS. Voor een goed en gezond debat zonder emoties. Ja, we hebben het gehad voor Archimedes Debat hedenavond. Wij zijn hier klaar in de studio met debatteren. U mag thuis met uw familie, met uw vrienden nog praten over als stempellicht moet worden ingevoerd in ons land. En ook als wij namelijk de leeftijdsgrens van 18 jaar moeten verhogen naar 21 jaar. De meningen zijn nog steeds verdeeld, maar we zijn toch eruit gekomen hedenavond. En we zeggen tot de volgende keer. De STVS en JCI Nilam groet u en let goed op uzelf.